Ja, ik lees het net. Ja. Jullie ook natuurlijk. Messi stopt bij Barcelona. Dat is gewoon een schok. Ik ben gewoon een beetje aangedaan. Echt waar. Dit is echt vreselijk nieuws. Dit is echt heel, heel erg, vind ik dit. Ja. Ik weet nog, Theo Komen, die overleed na een auto-ongeluk. En toen had ik ook diezelfde shock, eigenlijk. Toen dacht ik, ik ga Theo Komen, ga ik dus nooit meer horen op de radio. Dat gevoel voelde ik toen heel erg. En ik weet nog goed hoe aangeslagen ik was toen John Lennon werd vermoord. Toen dacht ik ook gelijk, oh god. Nou gaan we de Beatles nooit meer, er gaat nooit meer gebeuren dat die vier ooit bij elkaar komen. Dat is dan het einde van weet ik veel wat. En dat is dan een shock. En dat heb ik nu ook weer met Messi. Want jongen, hoeveel jaren zijn we niet met hem opgegroeid? En hoe vaak heeft hij ons niet verbaasd en vermaakt en noem het allemaal maar op. En je ging altijd kijken naar Barcelona. Want ja, dan keek je voor Messi, toch? Ja, voor niks anders. Want je wilde gewoon Messi zien. Je wilde die bewegingen zien. Die snelheid zien. Die prachtige steekbal. Die prachtige vrije trap. Die goals die hij maakte. Altijd weer achter dat been van die verdediger vandaan. Die keeper kon hem nooit zien. Het is allemaal Messi. Als het veld opkwam alleen al. Iedereen moest wachten tot de grote meester er was. En dan gingen we pas het veld op. Het is allemaal zo, jongen, dat is allemaal zo mooi. En nu, opeens zijn dat alleen nog maar eigenlijk herinneringen. Want nou is het afgelopen. Nu is het klaar. Dat gaan we dus nooit meer zien. Messi in dat prachtige shirt van Barcelona, dat blauwgrana, dat gaan we dus nooit meer zien. Dat is rug nummer 10. Met Messi daarboven en goeie god, hoeveel jongetjes in de wereld hebben dat shirtje niet, alleen al van hem. En dat gaan we dus allemaal nooit meer zien. Ik ben één keer naar Nauwkamp geweest en om hem te zien. Ik denk, ik moet toch één keer in mijn leven, moet ik Messi live zien. Hij speelde niet, Messi deed niet mee. Het enige wat hij gedaan heeft bij die wedstrijd was alleen maar warm lopen. En toen was ik al zo verschrikkelijk onder de indruk. De startsnelheid. Die zulke dijen toch, hè, bij die Messi. Die startsnelheid van hem. Het leek wel of het gras oprolde. Elke keer bij elke start van het warm lopen. Alleen Messi te zien warm lopen was al een sensatie en is een sensatie. En nu gaan we dat dus allemaal nooit meer zien. In Nou Camp niet. We gaan hem nooit meer zien bij Barcelona. Het is werkelijk verschrikkelijk. Ja. En ik kan dit niet relativeren. Ik weet dat je moet relativeren. Het is maar sport en het is maar dit en het is maar dat. Nee, dit is echt verschrikkelijk. Wat kan mij het nou nog schelen verder in mijn hele leven, in welk shirt hij nog loopt, waar die ook nog gaat spelen. Manchester City, Parijs, weet ik veel waar hij naartoe gaat. Het kan me niet schelen, want ik wil hem niet in dat shirt zien. Ik wil hem zien in het Camp Nou, wil ik hem zien. En met dat shirt van Barcelona. Ah.